Ja, goedenavond. Joris heeft al een introductie gedaan van wie we zijn. We hebben twee gastsprekers, wat je net al vertelde, Sanneke en Lennart. Die zijn onder andere van de Penimotion Groep. Daar zullen we mede over gaan spreken vanavond wat betreft het onderwerp aan specifieke lage rugpijn. Sanneke die heeft ook een eigen onderzoek die gaande is. Dus ze zal ook later tijdens het gesprek over gaan praten. Wat Joris ook net vertelde, jullie kunnen gewoon vragen stellen. Dus probeer, steek gewoon je hand uit en dan komt Joris eventjes met een microfoon. En ook online kunnen mensen gewoon tijdens de stream vragen stellen. Dus we proberen het eigenlijk zowel persoonlijk te doen als online. Aan specifieke lage rugpijn is natuurlijk een bekende klacht voor ons die veel voorkomt sowieso in de wereld. En de komende jaren zal het alleen maar toe gaan nemen. En dus ook de kosten die daarbij komen. Ondanks de ontwikkelingen die zijn technologisch, hebben we geen definitieve oplossing voor het probleem gevonden. Recente inzichten laten echter daar bemoedigende vooruitzichten in zien. We krijgen steeds duidelijker beeld van wat wel en wat niet zou kunnen worden gedaan wat betreft het onderwerp aan specifieke lage rugpijn. Meestal de rugpijn zijn natuurlijk, wat we zien in de praktijk, zijn natuurlijk klachten die vaker voor terugkomen, recidiverend, wat onder andere het al aangeeft. Bij een gunstig beloop zijn de meeste personen natuurlijk binnen enkele weken al weer aan het zakken. Maar wat wij natuurlijk vaker in de praktijk zien, zijn natuurlijk ook de patiënten die langer aanhoudende klachten zullen hebben na die eerste weken. Wat we natuurlijk ook zien met de profielindelingen, onder andere in de KGF-richtlijn. Bij recidief, als het begint, dan zie je natuurlijk ook dat 25-30% al binnen 6 tot 12 maanden al een episode kan verwachten wat terugkomt. Dus eigenlijk, dat is best wel een hele grote groep, wat panel onder andere ook aanhaalde uit 2003. En ook Henen, wat ik net al vertelde. Lennart, zou je wat betreft de introductie voor het onderwerp aan specifieke lage rugpijn, zou je allereerst misschien een opgooi willen geven voor een opstart? Dat je zegt van ja, tuurlijk. Aan specifieke lage rugpijn is een beetje een bijzonder gezondheidsprobleem, omdat het een probleem is wat enorm vaak voorkomt. Je vertelt net de cijfers in vogelvlucht. Het is een gezondheidsprobleem wat bovenaan de lijst staat van gezondheidsproblemen met de meeste disability. Het heeft een enorme impact. Het heeft nogal de neiging om te recidiveren. Het heeft nogal de neiging om hardnekkig te zijn. En toch weten we eigenlijk niet zo goed wat het onderliggend pathofysiologisch proces is. Dat is natuurlijk het hele idee van het begrip aanspecifiek. En dat leidt tot allerlei problemen. Het leidt tot vraagstukken bij patiënten, bij hulpverleners. Hoe kan dat we daar zo weinig grip op hebben? Hoe kan het dan toch zo dominant zijn, zo vaak voorkomen? Dus dat maakt het tot een complex probleem. Waarbij denk ik ook goed is om te benoemen dat het rugpijn een symptoom is. Het is een symptoom van pijn ergens tussen je ribben en de onderkant van je billen. Zonder dat daar dus iets heel specifieks onder ligt wat je kan aanwijzen. En dat maakt het heel complex. Dus dat zou de eerste opgooi zijn, denk ik. En hoe krijgen we daar dan grip op? Duidelijk. Jasper, wat heb jij in je hoofd te zeggen? Wat heb je daar aanvulling voor, wat Lennart net vertelde? Nou ja, wat ik daarover ook wil aanvullen is dat we dat inderdaad zien. Dat we het een aanspecifieke lage rugpijn noemen als we boeken schrijven. Als we dit soort avonden ook met elkaar organiseren. Als we met elkaar erover praten. Ja. En volgens mij is het nog een hele lastige stap om de cliënt ook in dit verhaal mee te krijgen. En is dat op dit moment ook een hele grote uitdaging waar mensen in de praktijk ook tegenaan lopen. Duidelijk. Sanneke, heb jij nog aanvulling hiervoor? Voor dit stuk, wat betreft de introductie. Nou ja, in die zin, wat Lennart ook al zei, het pathofysiologisch substraat is niet duidelijk. Onderliggende mechanismen zijn niet duidelijk. Ja. Wel weten we dat het een multifactorieel probleem is. Ja. Ik denk in die zin, is dat ook voor ons als fysiotherapeut de vraag dat een multifactoriële visie, een multifactoriële blik, misschien ook wel iets meer buiten de begane paden treden enigszins, wel of niet. Ik denk dat we het daar vandaag verder over kunnen hebben. Penimotion heb ik net al eerder aangehaald. Wat is dat nou precies voor groep? Dus we kunnen natuurlijk daar zelf een introductie over geven, maar ik denk dat het gewoon het beste is om dat door Sanneke en Lennart zelf te laten doen. Ja, wat is Penimotion voor de mensen die het nog niet kennen? Ja, Penimotion is een groep mensen. Overwegend onderzoekers, maar veel onderzoekers, bijna allemaal, zijn ook met een 1 of 2 benen ook in de praktijk. En hebben allemaal een fascinatie voor pijn, voor een deel musculoskeletale pijn, maar ook oncologische problematiek wordt daar besproken. En onderzocht in allerlei projecten. Dat is die groep die dijt maar uit. Het is een internationale groep met
vooral Belgen, Nederlanders, mensen uit Nieuw-Zeeland aanverwanten. Die dus uiteindelijk met elkaar delen het probleem pijn, wat in epidemiologische termen als een soort vloedgolf over ons wordt uitgestort. En waar we nog maar weinig grip op hebben. En met elkaar delen wij die ambitie om het inzicht in dat fenomeen te vergroten en vooral ook de therapeutische mogelijkheden daarin te verbeteren en te versterken. En daarnaast is het een buitengewoon gezellige groep. Oké, duidelijk. Er zijn natuurlijk een aantal onderzoeken die al onder andere door Pain & Motion zijn gedaan, begreep ik. Of had je wel wat van rondgestuurd. Eén daarvan hebben we ook nu op de dia staan, van Nijsenthal. Zou je daar misschien nog een korte aanvulling voor kunnen geven? Ja, van de onderzoeken, bijvoorbeeld van Nijsenthal of een andere, waar jullie de laatste tijd mee bezig zijn. Er wordt heel veel gepubliceerd. Ja. Ik heb gesuggereerd om misschien deze paper eventjes onder de aandacht te brengen, omdat we daar proberen vanuit een klinisch perspectief huidige inzichten samen te vatten. Wat we in de Pain & Motion doen, is proberen onderliggende mechanismes van pijn beter te begrijpen. En we zetten daarvoor graag een neurofysiologische bril op. Dus we kijken graag vanuit wat gebeurt er in nociceptieve prikkelverwerking? Wat gebeurt er op het niveau van het ruggenmerg in het brein? Welke vormveranderingen en functieveranderingen vinden daar plaats? Die enerzijds ons inzicht in hoe kunnen psychologische factoren nu interacteren met nociceptieve prikkelverwerking? Hoe kan dat? Ja. Hoe kunnen placebo-fenomenen nou eigenlijk begrepen worden? Hoe kan dat? Hoe kan iets als geest de materie beïnvloeden? En een neurofysiologisch kader, een neurowetenschappelijk kader, geeft daar eigenlijk heel veel tools voor om dat aan elkaar te verbinden. En dan daar, op basis daarvan ook te snappen waarom combinaties als oefentherapie, pijneducatie, stressreductie, slaapverbetering, allemaal in datzelfde mechanisme ingrijpen. En op die manier ook nieuwe routes, nieuwe interventies mogelijk maken om de behandeling voor mensen met aanspecifieke pijnklachten te verbeteren. Dus eigenlijk willen jullie vanaf de start al dat biopsychosociale stuk? Biopsychosociale denken willen we recht doen. Okay. Maar we zoeken wel naar een soort fysiologisch substraat. Om het dat ook aannemelijk te maken en het ook aantoonbaar te maken. Althans, dat is het perspectief dat wij innemen. Dat is niet het enige mogelijke perspectief. Dat is ook niet het allerbelangrijkste perspectief. Maar dat is wel een perspectief waar Pain & Motion, denk ik, zich onderscheidt ten opzichte van andere groepen die andere waardevolle brilletjes opzetten. Mooi. Sanneke, heb je hierop aanvulling? Ja, wat ook interessant is uit deze studie, is dat deze studie ook aangeeft dat bijvoorbeeld slaapproblemen bij mensen met lage rugpijn meer getarget mogen worden. En ook geassocieerd zijn met het beloop en de ernst van lage rugpijn. En dat is denk ik ook iets waar wij als fysiotherapeuten heel veel mee kunnen. Bijvoorbeeld slaaphygiëne, maar misschien ook ontspanningsoefeningen. En mensen ook zelf laten inzien dat daar een relatie zit. Dat is ook een van de voorbeelden waarbij... Mooi. Zijn er nog vragen, Jasper, tot zover vanuit de stream? Nee, er zijn nog geen vragen gesteld in de stream. Dus als mensen die willen gaan stellen, dan ga je gang. Dan zullen ze ook gaan behandelen. Ja. Prima. Zijn er al eens vragen nog uit de zaal tot nu toe? Over wat betreft... Klein momentje. Ik moet eerst even een microfoon naar je toe komen. Dan, ja. Hoewel ik u prima verstond, hoor. Maar, ja. De vraag was ten aanzien van die anatomische inzichten of daar vernieuwende inzichten zijn gekomen. Hè? Dat was. Ik denk dat we historisch gezien lage rugpijn altijd hebben proberen te begrijpen van stoornissen in de periferie. Hè? Dus nociceptieve activatie op basis van schade, dreigende weefselschade, et cetera. Dat is een heel aantrekkelijk model, ook heel voor de hand liggend model en ook heel valide model om te hanteren. Maar het onderzoek laat zien dat bij acute pijn heel, heel mooi werkt. Maar als die pijn maar aanhoudt terwijl er geen schade is, is dat een beetje een beperkt model. En dus is men verder gaan kijken. En dan zie je dat er veranderingen zijn in de wijze waarop perifere signalen worden verwerkt. En die verwerking in die signalen, het signaal kan enorm worden versterkt. We noemen dat sensitisatieprocessen. Een toegenomen gevoeligheid. En daar is wel veel fysiologisch onderzoek in gedaan die dat inderdaad van de hypothese naar ook wel de empirische evidence heeft gebracht. En daarbij betekent dat het probleem lage rugpijn niet meer alleen begrepen kan worden
vanuit die periferie. Dus we kunnen niet meer alleen maar naar 5 wervels kijken, de musculatuur eromheen, et cetera. Moeten we vooral ook blijven doen, maar het is op zichzelf te beperkt. We moeten het verrijken naar grotere gehelen. En het neurowetenschappelijk onderzoek laat zien hoe dat kan en waarom dat logisch is om dat te doen. Zodanig dat wij daar ook stevige grond vinden om daar ook die psychosociale factoren in te vlechten, de slaapstoornissen in te vlechten, et cetera, et cetera. Oké, is de vraag zo beantwoord? Mooi, dan gaan we door naar de volgende dia. Dit is een algoritme die jullie hier zien op het scherm. Dit is van, ook van Nijs weer, onder andere. Het al van 2017. Die haalde je ook al nog aan, Lennart. Dat was een van de aanvullingen op het geheel. Zou je een uitleg kunnen geven wat we hier zien op het scherm? Wat betreft dat algoritme. Wat is het precies überhaupt? En wat is dat voor de dagelijkse praktijk? Wat kunnen we daarmee? Ja, we hebben... Eigenlijk vrij lang. Het haakt mooi aan op uw vraag. Dank u wel. Het is niet ingestudeerd, maar het past mooi in de brug naar deze dia. Want we hebben lang gediscussieerd over, je kan het wel allemaal hebben over hersenscans en inzicht uit neurofysiologisch onderzoek, et cetera, et cetera. Maar wat moet u als klinicus daar nou precies mee? En voor een deel zit dat op, soms laat die rugpijn zich perfect begrijpen door iets wat in die lumbale wervelkolom zich afspeelt. Een inflammatoire proces of een beschadiging of wat dan ook. Kortom, zijn perifere processen die sturen ook de diagnostiek, die sturen ook de therapeutische interventie. Maar vaak ook niet. En dan zijn die centrale processen gaan misschien een rol spelen. Nou, dat is allemaal leuk als je het helemaal abstract theoretisch behandelt met elkaar. Maar u zit met meneer Jansen voor uw neus en u moet die afweging maken. Zijn die nou ook die perifere processen vooral dominant? Nociceptieve processen zijn die dominant? Of zijn er neuropathische processen dominant? Hebben we hier te maken met iemand waarbij het zenuwweefsel is aangedaan? Of hebben we hier te maken met processen die meer centraal van aard zijn en die wij dan hebben gevangen onder noemer centrale sensitisatie? En als klinicus heeft u de behoefte om daar het onderscheid te maken. Want gaat het meer over die centrale processen, dan zou u uw therapie ook wat meer op die centrale processen willen targeten. En zegt u nee, er zijn meer die perifere processen zijn dominant, dan wil u misschien meer uw perifere technieken gaan gebruiken. Dus daar hebben we gedacht, wat kunnen we doen? En als wetenschapper is het altijd een beetje lastig, want dan ga je iets van een diagnostische tool ontwikkelen. Nou, dan krijg je allerlei problemen in wetenschappelijke termen. En toch hebben we ervoor gekozen. En dat is dit algoritme geworden, van hoe kan je nou met een soort voor de hand liggend denkschemaatje in individuele situaties die keuzes maken. En ik dacht, dat is misschien toch goed om vanavond in ieder geval kort even onder de aandacht te brengen van hoe dat dan grofweg in zijn werk gaat. Als ik daar heel kort overheen ga, dan is het een soort uitsluitingsstrategie waarbij dus de vraag uiteindelijk is welk pijnmechanisme domineert hier het klinisch beeld. En dan hebben we die drie grondvormen, neuropathische pijn, nociceptieve pijn of centrale sensitisatiepijn. En daar willen we dat onderscheid in maken. Nou, het algoritme werkt als volgt. We werken van boven naar beneden. Iemand komt met lage rugpijn bij u in de praktijk. En de eerste die zich het makkelijkste laat uitsluiten is misschien een neuropathische pijn. Die heeft toch een vrij kenmerkend beeld ten aanzien van symptomatologie, ontstaanswijze, klinische verschijningsvormen, de radiculaire, de hernia-achtige beelden. Die zou je moeten uitsluiten, bijvoorbeeld door straight leg raising te gebruiken, bijvoorbeeld door hele specifieke symptomatologie na te vragen, et cetera. In het artikel, wat ik ook prima vind als er mailinglijsten zijn om dat in PDF naar u toe te sturen, dan vind je daar mooi die criteria hoe je dat precies doet. Ik ga er nu wat snel overheen. Maar dan zou je dat kunnen uitsluiten. Dan hou je twee vormen over. Is dit nou rugpijn waarin dat perifere nociceptieve proces dominant is? Of hebben we te maken met centrale dysregulatie, stoornissen meer in die centrale prikkelverwerking, en met centrale sensitisatie te maken? En er zijn wat ons betreft twee dingen die daar heel cruciaal zijn. Als pijn proportioneel is aan de schade of de beschadiging, dan is het logisch om te zeggen, nou, dan zullen nociceptiesensoren wel het klinisch beeld bepalen. Het is vrij evident, als ik nu opsta en ik zwik door mijn enkel, dan heb ik daar schade of dreigende schade en dat doet zeer. En dat is ongeveer een afspiegeling van de hoeveelheid nociceptiesensoren die geactiveerd raken. Dat is een soort verhouding tussen schade en pijn, bedoel ik maar te zeggen. Nou, als dat zo is, dan hebben we het over proportionele pijn. Er is een proportie tussen het een en het ander. Als dat disproportioneel begint te worden, ik sta op, ik zwik helemaal niet door mijn enkel en ik heb toch pijn in mijn enkel, dan is dat moeilijk te verklaren vanuit die nociceptieve prikkeling. En dus moeten we naar een alternatief, dan zouden we wel misschien met de gevoeligheid in het centraal zenuwstelsel te maken kunnen hebben. Dus proportioneel, disproportioneel is dan een vraagstuk waar u over na zou kunnen denken. En als iemand geen trauma heeft, hij heeft zich niet zwaar belast, niet overbelast. Er is geen enkele reden om te bedenken dat hij de lichamelijke grenzen van de lumbale wervelkolom heeft overschreden.
dan ga je als therapeut waarschijnlijk denken, dit is toch disproportioneel. Het is toch gek dat je zo'n intense pijn hebt, zo lang gedurende de dag, zonder substraat. En dat is nog alles vaak zo bij mensen met lage rugpijn. Disproportionele pijn is dus een belangrijke stap. Als je zegt, de tweede stap is, en ik ga daar dan ook even snel doorheen, is de diffuse pijn. Dus de referred pain, de plaats waar mensen pijn ervaren. Als ik door mijn enkel ga, dan is het vrij voor de hand liggend dat ik aan de laterale zijde van mijn enkel pijn ervaar. Hoe groter dat gebied wordt, hoe minder dat weer te verklaren is vanuit perifere nociceptorische prikkeling. En dus denk je, hier moet iets van centrale ontregeling zijn ontstaan. Dus we gaan weer naar die centrale processen. Disproportioneel pijn en een diffuse pijndistributie, groot tribuut van de referred pain, zou ons op het spoor moeten zetten van centrale sensitisatie. En proportionele pijn en geen diffuse pijn zou ons op het spoor moeten zetten van nociceptieve pijn. Bij twijfel, en dat is het laatste punt voordat ik het hele uur hierover spreek, hebben we de Central Sensitization Inventory. En dat is een vragenlijst. Die vindt u op de site van Pain Emotion in het Nederlands. Waarin allerlei symptomen gevraagd worden die te maken hebben met een overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel. Overgevoeligheid voor licht, overgevoeligheid voor geluid, overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen, et cetera, et cetera. Nou, die heeft een afkappunt, dat staat hier ook opgenomen. Als je daar meer dan 40 op scoort, dan zou dat ook een element zijn om aan die centrale sensitisatie te denken. Dit is de logica, dit is de basale logica. De disclaimer is altijd, dit is een clinical tool, daar moet nog allerlei werk rondom verricht worden. Hoe betrouwbaar is die, hoe valide is die? En dat is binnen een aantal onderzoeken die wij hebben lopen, is dat ook een thema om daar wat verder op door te gaan. Er zijn ook wat andere opties, kunnen misschien straks bij de vragen nog even op ingaan. Maar wij denken dat het als klinicus belangrijk is om die perifere of die centrale processen toch een beetje in kaart te brengen, om te bepalen waar die interventie dan over moet gaan. Maar daar komen we misschien straks nog op terug. Duidelijk. Zijn er nog meer vragen vanuit het publiek? Wat betreft dit stuk? Ja, vertel. Als je het dan hebt over de fysiologie, en met name op centraal, eigenlijk op segmentaal niveau, wordt dat al een beetje begrepen. Want 20 jaar geleden op de opleiding werd er al wel gesproken over segmentale dysregulatie. Maar ik heb het idee dat... Ik heb het bij de dry needling ook wel teruggezien komen dat de hele wetenschap rondom segmentaal behandelen besproken is. Maar echt een verklaring van hoe dat nou werkt, dat als je segmentaal behandelt dat effect kan hebben, heb ik eigenlijk nog nooit echt gehoord. Is dat al wel bekend, hoe die mechanismen werken? Kort antwoord inderdaad. Kort antwoord. dit gaat over waarom werken de klassieke therapieën, de hands-on technieken, de dry needling technieken, et cetera, et cetera. Die werken zeer waarschijnlijk niet langs mechanische grenzen, maar die werken langs neurofysiologische grenzen. Dus op het moment dat je, als ik Jasper aanraak, dan gebeuren daar altijd allerlei neurofysiologische processen, soms in de periferie. Ter hoogte van waar ik hem aanraak. Soms is dat spinaal is dat georganiseerd en soms is dat supraspinaal georganiseerd. Daar is heel weinig onderzoek naar gedaan, veel dierexperimenteel onderzoek naar gedaan. Maar er begint zich wel een theoretisch raamwerk te ordenen, waarin al die hands-on technieken zeg maar via meerdere routingen kunnen leiden tot wenselijke pijnmodulerende effecten. Dat is een heel kort antwoord, realiseer ik me, maar Jasper dwingt mij om een punt te zetten. Zijn er nog vragen tot zover, Jasper, vanuit de stream? Eentje over qua interventie bij centrale sensitisatie van Bob van der Loos. Maar interventies komen we dadelijk even op. Dus ik denk dat we gewoon doorgaan. Nou, dan gaan we door naar het volgende topic. Willen we niet al te lang bij stilstaan wat betreft de prognostische factoren. Die zijn natuurlijk cruciaal wat betreft het belopen om dat in kaart te brengen van de patiënten bij ons op de praktijk. Nou, de richtlijnen die we allemaal kennen, als het goed is, van lage rug. Uit 2013 staan natuurlijk ook een tabel en andere met prognostische factoren, zoals de psychosociale factoren benoemd, waar we eigenlijk net al een introductie over hadden gehad. Ook al andere, de uitstralende pijn, de wijdverbreide pijn, leeftijd, et cetera. Dan is even de vraag naar jou, Sanneke, en naar Lennart. Ik denk dat Sanneke kan beginnen. Wat vind je van de huidige opzet wat betreft de richtlijn die we nu hebben vanuit het KGF, wat betreft de prognostische factoren? Zie jij, vind je het een logisch verband dat er nu wordt weergegeven? Of zijn er nog mogelijk vernieuwingen die we de laatste jaren hebben gezien, die na het publiceren van de richtlijn?
Met andere woorden, zijn er nog meer prognosefactoren die jij zou overwegen wat betreft? Vanuit de kliniek of meer vanuit de wetenschap? Ja, nee, je bent zelf psychosomatische therapeut, ja, begreep ik. Dus ja, misschien ook vanuit de kliniek, dat is ook wel leuk. Zeker. Ja, als wetenschapper zelf ben ik niet betrokken in het doen van observationeel onderzoek. En denk ik dat die mensen vanuit de richtlijn hun werk heel netjes hebben gedaan. En heb ik daar geen enkele kritiek op. Nee, leuk. Vanuit als klinicus, als psychosomatisch fysiotherapeut, geeft die richtlijn heel veel inzicht in waar je als fysiotherapeut, maar ook als psychosomatisch fysiotherapeut je behandeling op kan richten. En dat is natuurlijk ook dat doel van observationeel onderzoek, is toch dat je je interventies iets beter kan targeten, iets doelgerichter kan inzetten bij bepaalde cliënten. En het lastige daarvan is dat we weten dat lage rugpijn multifactorieel is en dat je nooit weet welke factoren spelen nou bij mevrouw X of bij meneer Y nou een dominante rol. Dus dat blijft een beetje ons vak. Spelende wijze ook. Ja, ja. En daarbij is het denk ik altijd goed om juist ook die patient values, dus ook de wensen, de hulpvraag, de verwachtingen en ideeën van de patiënt mee te nemen. Het is misschien een totaalplaatje. Het complete plaatje. Dus ik denk dat biopsychosociale model is essentieel. En ook die studie van Nijsert al, die pleit heel erg voor juist dat die combinatie pakken. Want ofwel we gaan cognitieve gedragstherapie geven, want mensen hebben dominant psychologische factoren die een rol spelen. Ja. Ofwel het zit hem in die rug. Dus we eigenlijk inzoomen op de patiënt zelf, maar ook eigenlijk breed blijven houden. Ja, maar dus niet de dichotoom, want dat is wat er nu heel veel gebeurt. En ook door samenwerken kunnen we dat, denk ik, bewerkstelligen. Het ligt bij je eigen competenties, waar voel jij je goed bij. Ja. Maar daarin, Duidelijk. Jasper, wat vind je hiervan? Nou, ik ben het zeker wel met Sanneke eens. En wat Lennart natuurlijk ook aangeeft, de Central Sensitization Index, kan je natuurlijk ook hanteren op dit moment. Alleen de validatie daarvan is nog niet dusdanig dat je denkt van en dan denk ik van er zijn ook nog andere mogelijkheden inderdaad. Ja. En dat het ook gewoon goed is om dat de therapeut ook goed luistert naar de cliënt. En ook bijvoorbeeld bepaalde punten van die index ook gewoon verhalend. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld, je hebt ook een artikel van Artus et al, uit 2017. Nou, die haalt bijvoorbeeld ook de factoren aan wat betreft de algemene musculoskeletale aandoeningen. Nou, daar staat sensitisatie ook in bedoeld. Dus ik denk zeker wel, wat Lennart al vertelde, echt wel een belangrijk punt. Dan gaan we Hoewel, door naar ik, de... Ja, centrale sensitisatie is een beetje in die zin een hypegevoelig woord. Het is de verleiding is groot. Als we het niet helemaal snappen, dan is het centrale sensitisatie. Ja. En dan doe je denk ik alles tekort, vooral de patiënt. Ja. Want we weten een aantal dingen van centrale sensitisatie, maar we weten ook heel veel niet. Dus het is denk ik wel work in progress. Het laat ons begrijpen waarom we niet alles vanuit die perifere weefsels kunnen verklaren. Maar het is ook een beetje een stoplap voor allerlei ingewikkelde dingen. Daar moeten we denk ik ook wel voor uitkijken. Een aantal studies, recent eentje bij kniepijn bijvoorbeeld, die laat wel zien dat de mensen met knieklachten en centrale sensitisatie een minder gunstig beloop hebben in de tijd. Ja. Nou, dat is mooi, maar voor lage rugpijn bijvoorbeeld weten we dat heel concreet niet. Nee. We weten ook niet precies hoe valide je centrale sensitisatie nou op aan kan tonen. Ja. Dus het is een slippery concept. En ik denk ook, zodat we vanavond zo eens over discussiëren, dat het ook wel goed is om dit ook steeds in ons achterhoofd te houden. Ja. We werken er hard aan. We zijn er zeker zin enthousiast over. Maar het moet ook allemaal nog maar blijken. Duidelijk. Zijn er tot zoveel vragen hierover? Over dit onderwerp? Nee, dan gaan we door. We hebben een volgende dia. Die kan Jasper weer laten zien op het scherm. Dat is die van Heden net al. Nou, dat is, er staat onder andere, dus een tabelletje uit het artikel. Die heeft het bijvoorbeeld onder andere over die flag system, de yellow flags, black flags. Nou goed, de yellow flags, de psychosociale factoren. En het zwart stuk ook vanuit organisatorisch, vanuit werkplek, omgeving, et cetera. Maar ja, wat vinden we daarvan wat betreft zo'n flag system? Dus dat je bijvoorbeeld iemand gaat indelen in bepaalde, bepaalde vlag, kleuren gaan gebruiken. Inkadering. Ook daarin is natuurlijk weer voorzichtigheid geboden. Ja. In de zin van dat we het gaan koppelen als een soort oorzaak bij mensen met lage rugpijn. Maar ik ben wel een voorstander van de bewustwording. Ja. Uit onderzoek blijkt dat mensen met rugpijn nog vooral biomedische oorzaken wijten voor hun rugpijn. En daar ook bijvoorbeeld angstig voor kunnen zijn. Maar uit onderzoek blijkt ook dat wij fysiotherapeuten eigenlijk nog vooral biomedisch met mensen werken. Dus eigenlijk moeten we toch, die transitie gaan maken naar dat biopsychosociale stuk. Ja, onder andere bijvoorbeeld kan dat daardoor wel mee. Ik zie het om me heen heel veel gebeuren, maar toch blijkt uit onderzoek dat als we kwalitatief gaan kijken van wat zijn nou onze ideeën, is dat daar zien we dat biopsychosociale model nog niet geheel in terug. En daar is dit wel een goed systeem. Want ook werkgerelateerde factoren zijn heel belangrijk om te tackelen. Ja.
En ook daar mag meer aandacht en denk ik kunnen interventies denk ik voor een betere effect uiteindelijk zorgen. Duidelijk. Jasper? Nou ja, in hoeverre is de algemeen fysiotherapeut daar dan ook wel voldoende in geschoold op dit moment om dat ook te doen? En moet je misschien ook kijken van welk deel valt bij de algemeen fysiotherapeut en waar ligt de vertakking richting de psychosomatisch? En of de bedrijfsfysiotherapeut. Of de bedrijfsfysiotherapeut. Ja. En moeten we met elkaar dan ook niet gaan kijken of dat we inderdaad toch tools kunnen gaan ontwikkelen dat we die stap wel met elkaar kunnen gaan maken. Hè, ja. Dat we die biomedische visie ook ergens los durven te laten. Dat merk ik zelf ook in de praktijk, hoor. Als iemand tegenover me zit met een bepaalde verwachting richting een biomedisch antwoord, dan sta ik soms ook voor mijn gevoel met mijn rug tegen de muur. Enerzijds heb ik het idee van ik wil de kennis die ik heb niet tekort doen. En aan de andere kant wil ik ook geen informatie geven waar de cliënt ook niet geen gehoor aan kan of wil geven. En in zekere zin hoef je ook geen afstand te doen van waar jij goed in bent. Vraagt het alleen misschien wat van de communicatie en in welke context plaatsen we het? Wat leggen we uit aan die patiënt? En daar zijn die neurofysiologische inzichten waar Lennart over vertelde, denk ik, een heel mooi ingangspunt. Waarin we, net zoals bijvoorbeeld het effect van oefentherapie, kan je uitleggen dat mensen bijvoorbeeld een eigen apotheek in de hersenen hebben, waarbij op het moment dat wij bewegen, maar misschien dus ook wel bij mobilisaties, who knows, dat die eigen paracetamol nog beter onze eigen morfine-achtige stoffen vrijkomen. Ja. Nou, het is natuurlijk, dat biopsychosociaal stuk is natuurlijk een belangrijk item. Steenstraat heeft ook een systematic review uit 2016 en die heeft bijvoorbeeld weer wat andere factoren. Ik pluk er een paar uit, bijvoorbeeld claims en rechtszaken zou bijvoorbeeld ook een factor kunnen zijn. Nou, dat zal natuurlijk ook voor ons meteen in het werkveld, dat je ook natuurlijk dat soort falen te horen krijgt, misschien mogelijk vanuit patiënt gezien. Zijn dat misschien nog items die wij nog mee kunnen pakken vanuit ons werkveld? Ja, ik denk, het zijn allemaal studies die laten zien hoe breed het eigenlijk is. Ja. En we hebben het nog niet over genetische factoren gehad. Nee. We hebben het nog niet over gehad over comorbiditeit. Soms geslacht wordt soms ook al aangehaald. Er zitten inkomensverschillen, sociaal-culturele aspecten. Ja. Ik las laatste studie, de Aboriginals bijvoorbeeld, die hadden ook altijd rugpijn, maar dat was geen probleem. Ja. Dat was gewoon geen probleem. Je hebt het wel, maar het is geen probleem. Toen kwamen wij met onze medische inzichten, hoogtechnologie. En ineens hebben die mensen problemen met rugpijn. Dus dat is wat het tot een heel moeilijk en complex fenomeen maakt. In zekere zin wordt het ook gecreëerd, zou je dus kunnen zeggen. Je ziet ook een soort glijdende schaal naar de pijnstillers die we slikken. We beginnen nu al aan de milde opiaten, terwijl we weten in Amerika en Australië zijn nogal wat problemen met het hoeveelheid opiaatgebruik. Maar ook hier in Nederland zien we dat langzaam maar zeker een paracetamol niet meer genoeg is. Die ibuprofen ook een beetje tekort schiet. En we gaan naar de Dus het is heel complex. Al die factoren spelen allemaal een rol. En dat is waarschijnlijk te veel om het allemaal in dat half uurtje allemaal langs te lopen. Maar een aantal factoren kan je ook niet beïnvloeden. Sociaal-economische klassen, et cetera, zijn lastig. Maar er zit er heel veel op het niveau van gedrag, op het niveau van cognitie, op het niveau van emoties. En dat zijn wel dingen waar wij van klassiek gezien niet heel erg makkelijk over spreken. Wat we lastig vinden. Het onderzoek laat zien dat hulpverleners toch vaak tegen patiënten zeggen, als u rugpijn heeft, kunt u beter een dagje niet gaan werken. Dus we zijn toch heel erg op die pijn gefocust, in zin alles wat de pijn minder maakt is goed en alles wat de pijn laat toenemen is niet goed. Ik chargeer het eventjes, ik maak het even heel plat. Maar dat is nou juist denk ik wel een soort inzicht dat we het zou moeten kantelen. Je zou juist moeten zeggen, blijf in beweging, blijf vooal wel werken, ook als het een beetje pijn is. Dus wij zitten zelf toch ook altijd, een beetje de angst, de onzekerheid misschien. Artsen doen het ook, toch vaak een pijnstiller bij het eerste consult, terwijl de ideeën eigenlijk zijn, doe dat nou vooral niet. Het is heel moeilijk om die gedragscomponent om te draaien. En dat gaat ook lang duren, denk ik. Maar we moeten gegeven het probleem, denk ik wel, met z'n allen daar serieus over gaan nadenken. En ook tools bedenken om die klinicus ook te gaan helpen daar. Het is ook, wat je al eerder aanhaalde, het is ook een proces natuurlijk, onder andere. Het moet gewoon door blijven ontwikkelen, ook qua onderzoek. Raymond Dandal geeft dat ook onder andere aan. We hebben natuurlijk ook klinometrie. Om een aantal van die factoren in kaart te brengen. Hè. Onder andere die CSI voor sensitisatie, tampa, noem maar op, fidecaal. Lennart, zou je daar een toevoeging voor kunnen hebben van wat is nou belangrijkst voor ons in het werkveld? Wat zijn de dingen die we sowieso eruit moeten plukken? Wat betreft dat algehele plaatje? Ja, je moet denk ik, en de richtlijn geeft daar
wat summeer, denk ik. Maar op zich denk ik dat ze wel de tools nemen die we kunnen gebruiken. Ja. Maar ik denk dat als het gaat om vragenlijstgebruik, denk ik, is mooi. Weet je, het helpt je wel om dingen bespreekbaar te maken. Maar ik denk hoe je het gebruikt als wetenschapper en hoe je het gebruikt als klinicus is wel anders. Ja. Kijk, als wetenschapper kan je vaak niet 100 mensen uitgebreid gaan interviewen met allerlei genuanceerde vervolgvragen. Ja. Dus wat doe je dan? Dan neem je een mooie vragenlijst die gevalideerd is en die goed genoeg is, gegeven het feit dat je 100 mensen wil vragen. Dus dat is mooi en dat heeft winst voor de wetenschapper, winst voor de grote studies, winst voor de grote inzichten. Maar voor de klinicus heb je iets meer. Je kan namelijk met die mensen in gesprek. En zo'n vragenlijst kan je dan enorm helpen om het gesprek te openen. Je kan een tandpasschaal van kinesiofobie, vul hem eens in, je weet wat het afkappunt is. Dat is voor die individuele geval natuurlijk geen absoluut gegeven. Dat is, nee. Dan krijg je van de gekkigheid één puntje boven de cut-off of één puntje eronder. Nee. Zo werkt het niet. Maar het is een ideale tool om te zeggen, nou, waarom heeft u dat nou zo ingevuld? En wat betekent dat nou voor u? Dus ik zou die klinimetrie ook heel erg willen koppelen aan het gesprek wat je met mensen kan voeren. Omdat, dus bespreekbaar maken. Ja, die beliefs kunnen soms heel erg precies zijn. Die emoties kunnen heel erg precies zijn. En, ja. en voor je therapie is dat wel heel belangrijk. Jasper, wat zou je hierop aan willen vullen? Wat betreft Lennart, een stukje van net. Nou ja, zeker inderdaad dat voor de wetenschap dat het een andere invulling is dan voor de praktijk. En hier op de eerste rij hebben we ook Marcel en Brenda zitten van de actiegroep. En volgens mij wordt de fysiotherapeut er soms vooral heel erg kriegel van dat ze überhaupt weer aan een vragenlijst moeten beginnen van de zorgverzekeraar. Maar daarbij inderdaad ook wel gezegd van het kan ook een tool zijn om het gesprek juist te starten. Alleen, het is natuurlijk als de fysiotherapeut het ervaart als een druk van ik moet het gebruiken. Ja, dan zal dat natuurlijk anders in de praktijk uitpakken dan wanneer je denkt van dit is een waardevolle tool. Ja, maar het helpt de klinicus wel om zijn eigen bias een beetje in vraag te stellen. Want als je zegt, nou doen we allemaal maar niet, want et cetera. Het moet van die verzekeraars hebben geen zin in. Nee. Anders kom je niet uit je eigen koker. Weet je? Dus je laat wel, je dwingt jezelf wel om frisser te kijken. Dus nou, even een laatste dingetje nog wat betreft prognostische factoren. Dan gaan we daarna door op op het volgende item. Sanneke, er zijn bijvoorbeeld ook wat studies wat betreft positieve prognostische factoren. Wat vind je in ieder geval van die ontwikkelingen die er zijn? Ja, kan je eens een voorbeeld geven van? Bijvoorbeeld Verkerk gaf er ook eentje. Dat je ook kijkt naar het. Die hadden we net ook. Dat die bijvoorbeeld leeftijd of dat je actief bent. Dus dat je actieve coping hebt, optimistisch bent bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk een aantal van die elementen die genoemd worden. Wat zeg jij van hoe dat nu in het onderzoek naar voren komt? Zeg van het is wel goed om dat ook eens te belichten. Heeft dat ook een zeggenschap wat betreft de dagelijkse praktijk? Ik denk in de zin van prognostische factoren moeten we altijd kijken van in hoeverre kunnen we die prognostische factor überhaupt veranderen. Ja. En ik denk dat leefstijl een factor is waar we heel veel mee kunnen. En zodra we weten van net als bewegen, inactiviteit heeft een negatieve prognostische invloed. Zullen we steeds meer met die leefstijladviezen kunnen en misschien ook wel moeten doen. Maar dat geldt natuurlijk voor andere dingen als roken, overgewicht. Die ook natuurlijk allemaal daarmee te maken hebben. Dus dat is ook weer een beeld, schetst weer een beeld van die complexiteit. Ik denk dat het wel aansluit op de huidige visie van gezondheid. Hè, van macht tot huur, positieve gezondheid. Is dat ook iets wat je daardoor juist ook moet benadrukken? Bij de patiënt die binnenkomt? Persoonlijk vind ik, ik denk dat het voor veel mensen veel prettiger voelt. We zijn natuurlijk, ik ben als fysiotherapeut vrij stoornisgericht opgeleid. Hè. Okay. En ik denk dat het toch een andere mindset is wanneer we kijken van die stoornissen voor een deel kunnen we ze niet duiden. Hebben we geen meetinstrumenten om ze te duiden. Hebben we ook geen normwaarden om ze vervolgens goed in kaart te kunnen brengen. Dus wat kunnen we dan wel? En wat weten we wel om mensen vervolgens wat aan te kunnen bieden? En ik denk dat daar... Dat zou misschien ook weer een duwtje in de richting kunnen geven, hè? Wat een gunstigheidsveld. Wat de onderzoek wat momenteel ook gedaan wordt, gaat uit het concept van resilience, veerkracht. En dat is eigenlijk de positieve factor gebruik. Want wij conceptualiseren pijnproblemen heel erg vanuit een teveel of te weinig. Te weinig mobiliteit, te veel spierspanning, te veel angst, te weinig zelfeffectiviteit of zo. Hè? Dus het is een... Ja. En het is interessant om te kijken van wat brengt mensen in gang? Weet je, wat stimuleert mensen? Wat helpt mensen om die stap vooruit te maken? Dus naar de plusfactoren te kijken en die ook in je therapeutisch plan een plek te geven. Het concept heet resilience en die gaat er heel expliciet op in. En dat sluit denk ik aan bij Sanneke. Ja. We stoppen mensen graag in fitnesscentra of zo. Hè? Maar mijn vader bijvoorbeeld, als hij ergens een hekel aan heeft in zijn fitnesscentra...
Dus wij moeten kijken wat mijn vader in beweging zet. Weet je? En dat, daar moet je ook naar op zoek bij die patiënt. En die factoren, dat is allemaal nog denk ik wat ondergeconceptualiseerd. Maar dat is een interessante piste, denk ik. Leuk. Ja, misschien als laatste daar als aanvulling op. Is dat, kijk, alle vormen van bewegen zijn ongeveer even effectief. Dus geen enkele vorm van oefentherapie dominant bij mensen met lage rugpijn. Nee. Dus laten we vooral op zoek gaan naar wat, nou ja, de vader van Lennart of die meneer of mevrouw wat in beweging. Mijn vader in beweging. Ja, precies. En dat kan soms een flinke uitdaging zijn, maar daarin ook kijk, een stukje compliance en een stukje langetermijns effecten willen we. Ja. Zijn er nog vragen hierover, over dit stuk? Wat betreft die prognostische factor over beloop? Ja, vertel. Ja. Misschien dat jullie het nog over gaan hebben, maar over in hoeverre zien jullie dat fysiotherapeuten, dus soms ook, en misschien ook huisartsen en andere zorgverleners, bijdragen aan het somatiseren van mensen door middel van de taalgebruik. Bepaalde woorden die we al snel gebruiken als instabiliteit of scheef of u staat een beetje scheef. In hoeverre hebben jullie daar ook naar gekeken? Wat voor taal moeten we gebruiken? Sowieso het hele nocebo gebeuren. Ja, dat is een hot topic. Hè? Wel studies laten zien dat hoe biomedischer de hulpverlener is, hoe minder de patiënt zelf denkt dat hij een rol heeft te spelen in het oplossen van het probleem. Dus dat zijn denk ik wel inzichten die we ons moeten realiseren. Het brengt jou in een rol als, ik moet het dan ook fixen kennelijk of zo. En je tegelijk denkt, maar ik kan dat niet fixen. Want volgens mij moeten patiënten zelf. Zometeen komt er een Engelse richtlijn voorbij waarin dat zelfmanagement een hele belangrijke factor is. We gaan meteen de stap anders naar maken. Dan, we gaan meteen de stap maken naar een Engelse richtlijn. Waarin, we hebben een volgende dia. Dat is de infographic heet dat. En die, dat is van de NICE-richtlijn. Die haalde Lennart ook al eerder naar mij toe uit. En er staat onder andere ook de Start Back to Win. Die zullen we ietsje later misschien even bespreken. Maar ik denk dat het eerst handig is om even de algemene opzet uit te leggen. Wat is de NICE-richtlijn en die infographic? Wat is het? Er zijn meerdere richtlijnen. En dit visualiseert het een en het ander wel mooi. En daar kunnen we ook nog wel wat dingen even uitlichten misschien. Kijk, een van de dingen die in de Nederlandse richtlijn gebeurt, is het over dat afwijkend beloop. Daar wordt veel aan opgehangen en dat zie je in deze richtlijn minder naar voren komen. En een van de redenen daarvoor is dat een afwijkend beloop een beetje lastig te bepalen is. Want dat betekent dat je de schade kent of zo en dat normale beloop kent en dan weet je ook wanneer het afwijkend is. Maar bij iets wat een recurrente, recidiverend probleem is met opstoten en remissies, is het wat lastig om dat te benoemen. Plus dat het ook lijkt alsof als het beloop niet afwijkend is, dat je dan ook verder niet hoeft te interveneren op psychosociale factoren. Terwijl het nou juist denk ik ook al heel belangrijk is dat we veel vroeger proberen die risico's in kaart te brengen. Van goh, welke problemen gaan betrekkelijk snel opgelost worden en welke problemen gaan meer aandacht van ons vragen. En een studie in dit kader laat ook zien dat die directe toegankelijkheid fysiotherapie bij mensen met lage rugpijn nou juist ook heel veel waarde heeft. Dus juist mensen heel vroeg in dat traject ziet, ze dan de informatie geeft die mensen nodig hebben en dat zelfmanagement ook handen en voeten geeft. Misschien moet je die mensen dan ook 2 of 3 keer zien in die fase. Je zou kunnen zeggen, dat is een beetje tegen de richtlijn in, maar het scoort wel beter dan de klassieke richtlijn, bij wijze van spreken. Het is een Amerikaanse studie die dat laat zien. Dus dat is wat een beetje nuancering van die KGF-richtlijn, die verder perfect is en heel interessant is, et cetera. Ja. En dat is eigenlijk wat die NICE-richtlijn voor een deel ook doet. Die maakt een soort heel vroeg al een soort, met aan de hand van zijn start-back-tool, waar ook weer heel veel over te zeggen is, maar die maakt wel een soort onderscheid in, wat is het risico bij deze cliënt? Hè? Is dat iets wat ik betrekkelijk kort moet behandelen, waar ik heel zwaar op moet gaan inzetten, of in de middelgroep? En dat ziet u daarboven in het schema uitgewerkt. En dat geeft u als klinicus denk ik een goede richting om het overbehandelen, mensen te veel te behandelen die dat eigenlijk niet nodig hebben te voorkomen, maar ook het onderbehandelen te voorkomen. Mensen die eigenlijk niet in de eerste lijn thuis horen, maar in de derde lijn in een revalidatietraject zouden plaats moeten krijgen, omdat heel veel zware psychosomatische factoren een rol spelen bijvoorbeeld. Dat onderscheid is in deze richtlijn mooi opgenomen. Ik denk dat de klinicus erg kan helpen om die patiëntallocatie wat sneller in gang te zetten. Dus al heel vroeg in de diagnostiek dat soort processen te doen. Misschien ooit een mooie aanvulling. Het is een proces natuurlijk, dat onderzoek. Misschien is dat een mooie aanvulling wat betreft de eventuele nieuwe updates. Dus dat was natuurlijk wel een update wat betreft de klimatrie in 2017. Ja. Maar misschien voor het vervolg wat betreft de klimatrie wat je kan gebruiken in het begin. Die Start-Back tool die hebben we dadelijk op de volgende dia. Ik weet niet of mensen hierover vragen wat betreft de infographic van die richtlijn.
Zijn er nog vragen uit het, van online, van het online stuk? Nee, op dit moment niet. Oké, dus, dan gaan we door naar de volgende dia. Daar staat die Start Back Tool onder andere beschreven. Links staat de vragenlijst en rechts staat het beslisboom stuk wat je kan gebruiken wat betreft de praktijk. Misschien is het handig voor de aantal die het nog niet bekennen om dat weer uit te leggen. Ik weet niet of Sanneke de Start Back Tool kent. Ik ken hem. Okay, ik gebruik hem zelf in de praktijk niet. Je gebruikt niet? Nee. Okay. Ik weet vanuit onderzoek, vanuit de lage rugpijncongressen, dat die vooral redelijk oké in de eerste lijn beperkingen kunnen voorspellen. Op pijngebied blijkt hij nog niet zo, blijkt het onvoldoende onderzocht, maar komt het er ook niet zo duidelijk uit. Oké. En het onderscheidt mensen. En die wil eigenlijk een soort predictie maken van gaan mensen goed herstellen of niet. Een soort van eerste stap, hè? Ja. Patiënt komt binnen en ja, waar moet ik hem inkaderen voor dadelijk het vervolgbeleid. Wat je wel weer ziet is dat ook die prognostische factoren mooi een plaats hebben gekregen in deze vragenlijst. Dus ook weer waar we het eerder over hebben. Zo'n bruikbaar, klinisch bruikbaar, eventueel wat betreft de opzet van de vragen. Zeker. Oké. Okay. Ja. Lennart, wat jou? Ja, dat is denk ik in essentie wat is. Er is denk ik veel, dat is ook wat op af te dingen. Er is ook wel, maar ik denk dat er wel het idee dat we iets doen aan risicostratificatie, het idee dat we iets doen op basis van hoe ziet het profiel van patiënten eruit, welke interventies moeten we daar nou eigenlijk aan koppelen, dat is een heel interessant idee, denk ik. Ik denk dat als we naar de bestaande praktijk kijken, dat het, als ik het, nou, ik ga het gewoon even recht vooruit zeggen, dat nogal one size fits all is wat we mensen met rugpijn geven. En dat, dan kom je in het dilemma dat je sommige mensen te lang onder behandeling hebt, te veel, onnodig. Die mensen kunnen ook met minder zorg af. En andere groepen doe je tekort, die krijgen te weinig. Die komen te laat in de derde lijn. Het chronisch probleem wordt complexer en complexer. Je helpt mensen en ze gaan te laat door. En ik denk dat wij als eerste lijners, althans even in de aanname dat er hier veel eerste lijners in de zaal zitten, naar dit soort ideeën wel zouden moeten kijken. Er zit natuurlijk altijd, er is echt nog wel wat te zeggen over wat het wel voorspelt, wat het niet voorspelt, of het beter kan, et cetera. Daar moeten we ook onderzoek naar doen. Maar ik waardeer enorm de ambitie, de achterliggende gedachtegang van om elke patiënt toch een soort tailor-made-achtige interventie te maken. En dat zit op die integratie, fysieke, psychosociale en contextuele factoren. Maar het zit ook in wie heeft veel zorg nodig, wie heeft weinig zorg, wie heeft hoogspecialistische zorg nodig en wie heeft laagspecialistische zorg nodig. Ja. En dan zouden wij in de eerste lijn, want eigenlijk moeten we voorkomen dat mensen in chronisch pijnrevalidatiecentra terechtkomen. Want als ze daar één keer terechtkomen, dan kost het heel, heel, heel veel energie. Primair van die patiënt, maar ook van ons. Om ze daar zeg maar de goede weg weer op te krijgen. Wij moeten denk ik veel harder werken in de eerste lijn om het probleem daar al goed bij te pakken. Duidelijk. Ja, zeker die opzet denk ik, als je bijvoorbeeld een vergelijk met een Q-back die wordt aangehaald in de richtlijn die we nu hanteren. Ja, is dit zeker wel een mooi item wat betreft het aantal vragen. Hè? Ja, je zit natuurlijk ook met een stukje tijd wat betreft een therapeut. Nou, dan zie je dat dit gewoon in 9 vragen heel simpel, heel overzichtelijk is. En blijf ook weer redeneren. Weet je, een aantal van die vragenlijsten is dat, u zit in dat hokje, et cetera. Ja. Blijf wel denken. Weet je, dan ga steeds, doe het scoresysteem, denk na, overleg en maak dan je afweging. Weet je, niks is simpel in ons werk. Ja. Heb je eventueel nog aanvullingen wat betreft dat beslisboompje aan de rechterkant van die scores? Of is dat wel... Nee, het is wat het is nu. Ja. En ik denk dat we met de klinicus moeten denken, hoe werkt dit voor mij? Ja. En wij als wetenschappers moeten denken, kunnen we het verder optimaliseren, perfectioneren, et cetera. Ja, duidelijk. Oké, dan kunnen we door naar het volgende stuk. Start Back Tool hebben we nu net besproken. Dan, we hebben het eigenlijk net al aangehaald. Sanneke had een onderzoek gedaan, of dat loopt nog steeds. En daar zal ze dadelijk nog wat over vertellen. Voordat we daarop ingaan, had ze een leuke video gestuurd. Dus die gaan we nu... laten zien op het scherm. Ja, de film begint nu. Zou ik een korte introductie doen? Dan zetten we even op pauze. Ja, prima. Ja, het onderwerp van mijn promotie gaat in op een mogelijk onderliggend construct wat bij zou kunnen dragen aan lage rugpijn. En het zit hem op de integratie tussen de verwerking van sensorische en motorische informatie. Dit filmpje gaat vooral op motorisch leren eigenlijk in, waarbij... ik denk het filmpje verder voor zich spreekt. Dus ik denk dat we daar lekker naar moeten gaan kijken. Dan gaan we starten. Kijken we even of er misschien geluid is. Als het niet zo is, dan zet hem zonder geluid aan. Excuus daarvoor, dat is het enige wat we niet geregeld hebben. Nee, geen geluid. Oké. Okay. Nou, doen we in ieder geval zonder geluid. Ik denk dat de beelden wel voor zich spreken. Ja. Ik kan er wel wat bij vertellen. Nou, ja, het staat dat is misschien er ook wel goed voor de aanvulling. Ja. Een trap in New York. Die net een trede iets hoger heeft. Ergens in het midden dan de rest. Na plaatsing van dit filmpje heeft een
heeft de Council of New York meteen een crew daarheen gestuurd om die treden aan te passen. Toch uit angst voor claims, denk ik. Maar het grappige is dat je bijna iedereen ziet struikelen over die trappen. Nou, bewegen we veelal automatisch en impliciet. Hoe dat heel erg kort en in een notendop werkt in onze hersenen, en dan doe ik heel veel tekort, maar even vanwege de tijd, is dat onze hersenen eigenlijk constant een soort predictiemodel creëren op basis waarvan de sensorische informatie die binnenkomt wordt getoetst. Op het moment dat dat soepel loopt, dus terwijl de planning klopt bij de informatie die vanuit de spieren, gewrichten, maar ook de visuele informatie, auditieve informatie, vestibulaire informatie komt, gaat dat gewoon goed. Op het moment dat er mismatch is, dus er ontstaat een error eigenlijk in die loop, zoals die traptreden hier, dan worden we ons gewaar. En die gewaarwording helpt ons ons motorisch te kunnen leren en ons te kunnen ontwikkelen. Maar tegelijkertijd geeft dat ons een soort gek gevoel. Nou, is er in 1999 een paper gepubliceerd die stelde eigenlijk vanuit het idee dat fantoompijn kan ontstaan in een hand of voet die we niet hebben, ook vanuit een soort ongoing mismatch in het systeem, omdat er gewoon simpelweg geen informatie meer plaatsvindt, geen afferente informatie meer vanuit die hand of voet. Dus er is eigenlijk een constante mismatch. En met het idee dat er bijvoorbeeld ook bij heel veel musculoskeletale problemen, zoals aspecifieke lage rugpijn, gewoon geen nociceptieve bron gevonden kan worden. En wel ook problemen met het proprioceptieve systeem, motorische output plaatsvinden, dacht men, nou misschien dat daar ook wel een soort continue mismatch in dat systeem plaatsvindt. En daarbij vonden ze ook in één onderzoek verschillen eigenlijk in hersenactiviteit daarbij. Wat hypothetisch gezien dan mogelijk de andere hersenregionen, zowel de pijnmatrix ook wel genoemd, zou aanzwaaien. Dus oftewel een ongoing mismatch in het systeem wat voor pijn zou kunnen zorgen op de lange termijn. En het idee is dat als mensen vanuit dit conceptueel kader pijn ervaren, dat als je ze plaatst in een situatie waarin je zo'n mismatch creëert, dat ze misschien wel meer pijn gaan krijgen. En daarmee zouden we dan die mismatch als mogelijke onderliggende oorzaak of bijdrage aan het probleem van lage rugpijn, zouden we kunnen bevestigen. En dat is waar mijn onderzoek eigenlijk heel erg kort op ingaat. Ja, we hadden een tijd geleden ook contact over het stuk van je onderzoek. Nou, toen stuurde ook een introducerende tekst voor ons. Ja. Het begon met sensorische motorische incongruentie. Ja, dat is de ingewikkelde naam. Is dat eigenlijk naam, het stukje wat je net ook vertelde? Ja, sensorische incongruentie. Ja, sensory motor incongruent, ja. Je stuurde ook wat illustraties door wat betreft het onderzoek die nu loopt. Dan gaan we daar wat dieper op ingaan. Ja. Het zijn meerdere plaatjes, wat betreft een ruimte en je ziet daar een opzet. Vertel wat. Dus rechtsbovenin, ik denk dat het handig is om daarmee te beginnen. Daar zien jullie een proefpersoon voor gekanteld televisiescherm staan. Iemand kijkt dus naar zijn eigen rug van achteren. Het interessante is al dat de meeste mensen eigenlijk tijdens deelname aan het onderzoek echt zich verbaasden over hoe hun eigen rug eruit zag. En niemand, maar zelfs ikzelf niet, had mijn rug zo van de achterkant eerder gezien. En tijdens het experiment, en dat zie je, en het is heel klein misschien, maar de laptop aan de linkerkant, kunnen we met een klein softwareprogrammaatje dat beeld aanpassen. En wat we eigenlijk getoetst hebben, is als we dus iemand in lateroflexie laten bewegen voor dat scherm, en dat bewegen verstoren door dat gespiegeld op een gegeven moment te laten zien, kunnen we dus testen of mensen zich daar onaangenaam bij voelen, sensaties rapporteren of misschien wel pijn krijgen. En daarbij wilden we ook, daar waren we ook stiekem een beetje nieuwsgierig van, nou, die ideeën die mensen over hun rug hebben, van mijn rug is scheef en dat soort dingen, zou dat nou, als we dat laten zien, zou dat nou ook meer sensaties opwekken? En het interessante is dat er een aantal mensen, ik zit even naar de linker foto te kijken, die zagen het beeld van een rug in een shift en die zeiden, zo voelt mijn rug. Nou, dat is ook interessant. En welke ideeën liggen daar aan ten grondslag? Hoe komt die persoon aan die ideeën, zeg maar? Experimenteel gezien, dat zijn echt de resultaten die nu gesubmit zijn in een wetenschappelijk tijdschrift, komt de hypothese, het idee dat dit pijn verergert er niet uit. En dan kunnen we denken van dus oftewel, die sensory motor incongruence is niet de oorzaak van mensen met rugpijn.
Of we zouden het nog verder kunnen ontwikkelen en moeten we mensen misschien wat langer blootstellen aan dit soort technieken om te kijken, gaan ze zich dan meer onaangenaam voelen? Hoe ethisch is dat? Maar dan zouden dat soort technieken verder ontwikkeld moeten worden. En dan zou je ook kunnen denken aan bijvoorbeeld virtual reality technieken om mensen nog beter naar hun lichaam te kunnen kijken, laten kijken. Duidelijk, wat betreft, nou ja goed, hè, dit onderzoek loopt nog. Je gaf net al wat aanhaling van wat er nog meer bekend is. Hoe, als je dat een beetje in kan schatten, is er nog relatief weinig onderzoek wat betreft dit topic? Of zijn er al behoorlijk wat groepen hiermee bezig? Ja, dit is echt een niche, denk ik. Ja, Toen ik startte met mijn promotieonderzoek, waren hier twee onderzoeksgroepen mee bezig of mee bezig geweest, grofweg. Er was nog één onderzoek in Australië die daar ook één paper over gepubliceerd heeft. Maar ik ben begonnen met de systematische review en we vonden totaal 8 studies die gepubliceerd hebben op dit onderwerp, wat heel weinig is. Ja. Ja. En hoe kwam het dan voor jou dat je dan toch dacht van, dit is toch een insteek om... Theoretisch is het een interessant onderwerp, want je duikt eigenlijk helemaal in die neurofysiologische processen, dus dat sprak mij heel erg aan. Ik heb eerder in Oxford ook een onderzoek voor de bachelor gedaan naar de rubber hand illusion, waarbij je ook heel erg in die rol van, hoe kunnen onze hersenen nou zo'n rubberen hand incorporeren? Hoe werkt dat? En dat is hetzelfde eigenlijk met dat kijken naar onze rug. Ik was ook enthousiast over de idee van visuele feedback, spiegeltherapie. Misschien is dat wel wat voor die mensen met lage rugpijn. Ja. Er zijn 2 onderzoeken en dat zijn ook redelijk preliminaire resultaten. Maar die laten zien dat het kijken naar de rug pijnstillend zou kunnen werken. Goed. En dat zijn geen hele grote pijnstillende effecten. Nee, dus we gaan wel heel andere in kijken. Maar ja, het zegt wat over van, hoe werken onze hersenen en hoe kunnen we dat soort pijndempende effecten verklaren uiteindelijk? Zijn er mensen uit de zaal die hier misschien een vraag over hebben? Wat betreft het lopende onderzoek of over dit onderwerp? Nee? Okay. Nou, wat het mooie vind ik, wat het mooie is, en ik hoop echt dat het ook mainstream gaat worden, dat ik dat filmpje van New York iedere dag kan afspelen. Maar dat het ook vooral... je informatie richting de cliënt, dat een hele logische is. Hè. En mensen zijn natuurlijk geïnteresseerd in wat er allemaal zich afspeelt in hun lijf. Maar een uitleg over hoe het brein werkt of hoe we supraspinaal die verbindingen zien. Daar zijn mensen veel minder voor te vangen op dit moment. En dat vind ik het mooie wel van dit onderzoek. Dat als je dit inderdaad zo kan integreren, dan sluit dat denk ik heel erg aan bij de behoeften van de cliënt. Ja, het is uiteindelijk, het draait een beetje om geruststelling. En dat is ook best wel zoeken. Want niet iedereen raakt gerustgesteld vanuit het idee van, goh, hoe werken de hersenen nou? Hoe kunnen informatie van onderaf dempen en hoe zit ons lichaam in elkaar? Niet iedereen wil dat weten, dus het vraagt van ons, en dat vind ik vaak het leuke, een educatie of advies, uitleg van hoe ons lichaam werkt, wat bij iemand past. En dit, voor sommige mensen was het best geruststellend om een rug te zien. Ik kreeg misschien wel zelfs een beetje meer zekerheid. Goh, het ziet er goed uit, ik sta goed, ik beweeg goed. Maar er waren ook mensen die vonden dit helemaal niks. Die gingen steeds stijver bewegen. En dat waren, want ik heb zowel de mensen met langdurige lage rugpijn als de acute gezien. Nou, ik zou dit persoonlijk met mensen met acute lage rugpijn niet aanraden. Ja. Waarom niet? Het voelt al niet lekker, het beweegt niet fijn en dan ga je er ook nog naar kijken. Ja, daar word je niet heel veel beter van. Dat is eigenlijk een beetje voorzichtig zeggende. Zou er misschien nog gekeken moeten worden? Hè? Voor welk type zou dit misschien... Gunstig werk voor wat betreft onderzoek. Maar ik denk dat wij het niet anders doen in de praktijk. Nee. Het is dus omdat dit... het is maar de vraag, omdat deze effecten zo klein zijn, of je dit als een one-size-fits-all therapie wil doen. Überhaupt, is dat de vraag of je dat met de therapie wil doen. Daar hebben we het ook al over gehad. Maar ik denk dat dit wel een leuk iets is om theoretisch over na te denken, conceptueel over na te denken, maar ook misschien wel eens om... toch eens toe te passen anders dan bijvoorbeeld mensen zich bewust te laten zijn van hun houding, bijvoorbeeld. Ja. Lennart, we hebben weer eventjes niet gehoord. Ja. Dan heb je hier misschien later. Ja, twee dingen. Dit goed even om te realiseren. Dit is een beetje een onderzoek, high risk, high benefit of zo. Hè. Dit is echt een beetje out of the box denken. Een aantal concepten die theoretisch wel te snappen zijn, werkt dat in de praktijk.
de weg naar de klinische praktijk is nog groot. Weet je wel, we doen eigenlijk een experimentele studie. Dus ik ben voorzichtig mee om dit heel snel naar die praktijk te trekken. Bij sommige mensen appelleert het heel erg aan, het is fancy, het is nieuw, het is heel aantrekkelijk. Maar ik denk ook de nuchterheid moet hier ook even benoemd worden. Dit is geen gerandomiseerde klinische trial, et cetera, et cetera. Dus dat is één. En het tweede is denk ik, daar zit wel iets in lichaamsschema. Er zijn ook al studies gedaan naar tweepuntsdiscriminatie. Hè? Dus wat het vermogen is om met zo'n schuifmaat, is het één puntje of zijn het er twee? En dat is zeker verstoord bij een populatie van mensen met lage rugpijn. Dus dat zegt wel iets over proprioceptieve informatieverwerking, sensorische informatieverwerking, lichaamsschema. Als je mensen vraagt met rugpijn, teken de contouren van je rug. Gezonden kunnen dat vrij goed, maar mensen met rugpijn, in ieder geval een deel daarvan, heeft daar heel veel moeite mee. Dus er zitten wel verstoringen die ook vooral in centrale processen zitten. We zien ook de corticale representatie van de lumbale werfklom verandert ook bij mensen met aanhoudende rugpijnklachten. Dus daar zit wel iets. Daar zit iets en daar hebben we ook mee willen spelen in dit mooie onderzoek. Dus daar zit iets, maar het is nog ver van de praktijk, bedoel ik maar te zeggen. En dat is denk ik even wat ik zou willen toevoegen om de balans goed in de discussie te houden. Mooi. Ja, dan gaan we een beetje richting het laatste stuk van vandaag. Misschien is het wel handig, denk ik, om te kijken naar het stuk, algeheel wat betreft die aanspecifieke laag rugpijn, van joh, wat we nu allemaal net besproken hebben, ja, wat kunnen we daarmee voor de praktijk, maar eigenlijk het allerbelangrijkste voor onze patiënten. Sander kort aangekeken, dus dat is wel duidelijk. Precies, dan mag ik de samenvatting doen. Ja. Nou, ik denk, alles in de notendop is dus dat biopsychosociaal is denk ik ons, kijk niet te smal. En pas daar binnen de representatie van die patiënt, dus binnen al die factoren die mogelijkerwijs een rol speelt, moet iemand wat meer bewegen of zou je juist meer met iemand op die slaaphygiëne bijzetten of op allebei. Moet iemand stoppen met roken? Wil iemand dat heel graag? Waar zit de hulpvraag? Dus eigenlijk, ik denk dat het voor ons klinici hele bekende dingen zijn. Maar het vraagt van ons wel een stuk in de literatuur duiken. En daar is die richtlijn natuurlijk gewoon fantastisch voor. Want die biedt dat ons op een presenteerblaadje. Maar we moeten bijblijven, denk ik. Want ik denk dat het onderzoek niet stilstaat. En dat we hier steeds meer en meer over zullen weten. Zo zijn die immunologische veranderingen. Dus hoe zitten die processen? Zijn ook leuke nieuwe inzichten die er nu aankomen. Duidelijk. Jasper, vraag. Ja, nog een vraag. Ik denk dat misschien voor Lennart leuk. Rick Muskens stelt. Een patiënt met aanspecifieke lage rugpijn, voor lage rugklachten, zegt hij, dragen vaak een lang medisch dossier waarin allerlei factoren worden aangedragen die mogelijk de rugklachten kunnen verklaren bij de patiënt. In hoeverre is educatie en gebrek hiervan bij health professionals over het nocebo-effect een facet in de scholing en interventie bij patiënten met aanspecifieke lage rugklachten? Dat is een aardige vraag. Ja, ik denk, het gaat over educatie en de aard van de educatie en nocebo-boodschappen. Een vraag van jou net ook, hè, waar je geen antwoord op kreeg. Heb je via Twitter heb je hem toch gesteld? Ja. Top. Het gaat tegenwoordig over zelfmanagement, denk ik, educatie en oefentherapie en op gepaste wijze hands-on technieken. Dat is denk ik wat heel veel onderzoeksgroepen en heel veel richtlijnen uiteindelijk zeggen. Dus educatie is belangrijk en dan gaat het over wat voor educatie moet dat dan zijn. En dan denk ik een heldere conceptualisatie wat rugpijn wel en niet is, dat heel belangrijk is. En die is denk ik al snel vrij biomedisch van aard. En dat heeft dus repercussies in wat die patiënt daarvan meeneemt, hoe die zijn gedrag daarop aanpast. En dat zullen wij ons bewust moeten zijn. En sommigen zeggen zelfs dat moet je maatschappijbreed een realistische educatie hebben. Hè. In andere landen worden daar postbus 51-achtige spotjes, wat het wel en wat het niet is. En dat is denk ik heel belangrijk, omdat heel veel, Malsund heeft zo eens naar wat websites gekeken van fysiotherapeuten. En het is, als je geen verstand hebt van lage rugpijn, is het nogal schrikwekkend wat je daar ziet. Scheve wervels, uitpuilende dissie, helemaal rood, geven licht. Dat is dan allemaal alarmsignalen. En dat verontrust mensen. En die verontrusting, die zie je ook in de neurofysiologie. En in de neurofysiologie jaagt die ook weer, et cetera, et cetera. Dus antwoord is, educatie heel belangrijk. Pas op met nocebo-boodschappen. Check je eigen website nog eens. Luister nog eens naar jezelf als je je patiënt uitlegt wat lage rugpijn wel en niet is. En bedenk jezelf dan eens, zou daar wat minder nocebo-boodschappen in kunnen zitten. Duidelijk. Jasper, heb je hier nog aanvullingen van? Vooral inderdaad de kracht van het woord van de therapeut. En dat je ook inderdaad vooral heel goed luistert naar het verhaal van de cliënt. Hè. En dat je de cliënt centraal blijft stellen. En dat je in je zoektocht naar de oorzaak van lage rugpijn dat verhaal misschien nog wel eens voorbij schiet. En ik wilde eigenlijk nog heel even een plaatje laten zien
als je bijvoorbeeld inderdaad aan specifieke laag rugpijn googelt, hè, en dan qua afbeeldingen, dan denk ik dat we inderdaad nog wel een stap te maken hebben. En dat we daar inderdaad, vanuit de fysiotherapie, maar eigenlijk wat Lennart ook aangeeft, ook samen met de huisartsen, hè, dat we dat natuurlijk gewoon gaan verbeteren. Dat zijn mooie plaatjes inderdaad. Zeker als je wat wil uitleggen aan de patiënt. Je ziet dit als eerst. Ja, en als hij zelf heeft gegoogeld. Er is me al iets verteld over dat ik aan specifieke lage rugpijn heb. We hebben aardig wat besproken. Hè. Ja, het is natuurlijk heel lastig om alles even goed uit te bespreken. Maar ik denk dat het dat we geprobeerd hebben alles even een beetje vluchtig en hier en daar in te zoomen. Voordat we het gaan afronden, zijn over het laatste stuk nog vragen uit de zaal. Nee? Ja, vertel. Ik vond je geen voorstelling. Ik zat eventjes gewoon praktisch te denken. Ik ben gewend om eerst met iemand te zitten en gewoon een gesprek te voeren. Hè. Gewoon eerst van anamnese. En is het beter om eerst die vragenlijsten in te laten vullen en dan dat vraaggesprek te hebben? Of kan je zeggen van nou, ga eerst gewoon eens dat vraaggesprek aan. Ga eens kennis maken, gewoon kijken wat die patiënt te vertellen heeft en op je eigen kennis en ervaring dat gesprek aan. En dan eventueel denken van nou, bij deze patiënt is het nodig om ook een vragenlijst in te laten vullen. Ik denk dat dat vraaggesprek is natuurlijk de basis waarop je kiest, denk ik, voor bepaalde vragenlijsten. Je keuze maakt. Dus daarin selecteer je denk ik al een beetje voor. En het ligt ook wel een beetje aan welke vragenlijsten, maar je hebt bijvoorbeeld ook de vierdimensionale klachtenreis. Ja, vaak is het toch ook wel fijn als je een klein beetje een gevoel hebt van goh, wat voor iemand heb ik voor me. En ook gewoon een introductie van zo'n vragenlijst is vaak wel handig. Dat je toch enige therapeutische basis hebt waarop je iemand iets voorlegt, denk ik. Dus er zijn waarschijnlijk heel veel argumenten om het enersom of tijdwijs misschien wel andersom te doen. Maar dat zou denk ik mijn persoonlijke overweging zijn. Ik weet niet wat jij vindt. Ja, als je het gesprek voert... Kort antwoord dan, Ellen. Waar het af is. Als je het gesprek voert, dan beïnvloed je de vragenlijst. Dus het is een beetje wat je wil, denk ik. Als je zegt, ik wil even gewoon blanco weten hoe die patiënt er zelf naar kijkt, zonder dat ik allerlei dingen eerst uitleg, dan moet je eerst de vragenlijst doen. Als je denkt, nou, maar ik ga het op een andere manier gebruiken, kan jouw manier ook. Dat Okay, duidelijk. Mijn korte antwoord. Is dit zo goed beantwoord? Nog meer vragen? Nee? Dan ronden we de livestream zo meteen af. Ja, we willen eerst Pain Motion onder andere bedanken en ook Sanneke en Lennart. Pain Motion heeft het zelf ook vanavond aangekondigd, dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om bijdrage te leveren aan vanavond wat betreft dit topic. Buitengewoon, dankjewel. Bedankt Jasper ook voor de deelname vandaag en ook de kijkers thuis en natuurlijk iedereen in de zaal. We hadden niet verwacht dat het zoveel mensen zou trekken voor de eerste keer. Dus daar zijn we heel erg blij mee. We ronden vandaag nu de livestream af. Dankjewel voor vanavond. Okay.